Ergens in deze serie video's kun je mij zien rondrijden in de Peugeot 308 van de eerste generatie. Nou, daarbij was het advies dat je daar als tweedehandskoper maar het beste met een grote boog omheen kon lopen. Dit is de 308 van de tweede generatie. Eens kijken of die het wat beter doet. Tweede generatie 308. Peugeot telt toch altijd een nummertje door bij een nieuw model? Nou, dat was altijd wel zo, maar het geval wil dat er in de jaren 80 een Peugeot 309 is geweest. Dus de opvolger van de 308, die heet ook gewoon 308. Wel zijn ze totaal verschillend. Er zijn vaak klachten tegenwoordig over dat nieuwe modellen van merken zo ontzettend op de oude lijken. Nou, bij de Peugeot 308 is dat echt geen issue. Die auto's die zijn echt totaal verschillend van elkaar. Ook een verschil is dat bij de tweede generatie de coupé cabriolet is gesneuveld. Ja, we kennen niemand die daar echt rauwig om is. Het goede nieuws is dat er gewoon nog een 5-deurs hatchback is en deze stationwagen. Wat ook anders is aan deze Peugeot 308 is ja, dat het eigenlijk gewoon een veel betere auto is. Hij is een stuk dynamischer bij het rijden. Het is kwalitatief, de afwerking is echt een stuk beter. En het meest bijzondere aan deze 308 is natuurlijk de i-cockpit. Dat is een ontzettend klein stuurtje dat je vrij laag plaatst. En de klokken die daar bovenuit komen, dat zit in alle moderne Peugeots. Maar ik moet zeggen dat het in deze 308 wel echt een stuk beter werkt dan in andere modellen die ik gereden heb. En mocht jij nou denken van ja, zo'n i-cockpit dat is echt helemaal niks voor mij. Ja, neem dan van mij aan dat het echt een kwestie van gewenning is. Hier valt echt heus wel mee te leven. Al moet iemand mij nog maar eens uitleggen wat nou precies de toegevoegde waarde is van deze indeling. Nou, verder valt tijdens het rijden op dat het een heel comfortabele auto is. Hij is niet zo plankiehard als sommige concurrenten van de Duitse komaf meestal. En ja, de grootste klacht over de 308 is eigenlijk dat de ruimte achterin echt de wens overlaat. En dat is wel heel jammer voor een auto die toch echt in de eerste plaats een gezinsauto is. Dus ga je zo'n auto kopen voor het hele gezin, doe jezelf dan een plezier en ga eerst even uitgebreid proefzitten met z'n allen. En kijk of die auto eigenlijk wel groot genoeg is voor je. De bagageruimte daarentegen, die is wel echt dik in orde. Dat is echt een hele grote bak. Verder is deze 308 nou echt niet vrij van klachten hoor. Er worden veel verhalen over geluiden uit het onderstel. Nou, komen die uit de achterkant, dan moet in het ergste geval een dwarsbalk worden vervangen. Komen die van de voorkant, ja, dan moet je het zoeken in de toplagers van de veerpoten of de stabilisatorstangen. En verder, als de airco niet werkt, dan is er dikke kans dat je meteen de condensor moet vervangen. En dat is echt wel een dure reparatie. Nou, verder horen we wel eens klachten over moeilijk schakelende versnellingsbakken. En dat gaat dan over de handbakken bij de diesels en dan alleen in koude toestand. En over de diesels gesproken, koppeling en vliegwiel, die moeten daar wel eens voortijdig vervangen worden. En ook dat zijn echt wel zaken die in de papieren lopen. Dan is er nog het multimedia systeem. Tot ongeveer 2015 zaten daar wel een heleboel bugs in. En als het goed is, zijn die er allemaal wel uitgeprogrammeerd inmiddels. Dat kan gewoon. Maar het blijft een beetje een onhandig systeem hoor. Dat, bijvoorbeeld om de temperatuur te verzetten moet je ook alle minuutjes door. En ja, dan vraag ik me toch af wat ooit die handige draaiknop gewoon hier op het dashboard ooit heeft misdaan. Nou, dan nog even kort de motorisaties. Er is een heel assortiment dieselmotoren, want ja, Franse auto, die zijn er goed mee. En de diesels van PSA, nou ja, dat zijn nog wel altijd een van de beste in de markt. Ze zijn betrouwbaar, ze zijn zuinig. Maar als occasionkoper kan ik me voorstellen dat je liever een benzinemotor hebt. En dan kom je uit bij de 1,2 liter turbo 3-cilinder. Daar is dit er eentje van. Je hebt ze in vermogens van 82, 110 en 130 pk. En met name met een 110 en 130 pk is een 308 echt gewoon een heerlijke auto. Zoek je een hoger vermogen, dan kom je uit bij de 1,6 4-cilinder, ook THP. Ja, en die motor, daar hoort natuurlijk altijd een waarschuwing bij, want die is echt notoire slecht. Die herkent problemen met olieverbruik, rammelende distributiekettingen, kapotte turbo's en alle vervolgschade die daar maar ooit bij hoort. Dus om zo'n auto echt in goede conditie te houden, ja, heb je echt diepe zakken nodig. Dat is echt best ingewikkeld, dus wees gewaarschuwd. Een mooie Peugeot Occasion. Zoals je hier ziet. Een auto die veel zakelijk verkocht is. Waar veel mensen mee die dat ding gekocht hebben. Waarom? Omdat die financieel wel heel erg aantrekkelijk is. Een lage bijtelling. Maar is dat nou echt een hele goede auto? Nou, ik kan wel zeggen dat die beter is dan het voorgaande model. En komen we hier problemen tegen? Tuurlijk. Dat kom je bij elke auto. Nou, wat kun je dan doen als consument als je zo'n auto wil kopen? Onderhoud. Daar hebben we het al vaak over gehad. Hoe is de staat van de auto? Wat zie je? Dus heel goed kijken zelf. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is wat staat er nog open aan terugroepacties vanuit de fabrikant? En dan kan u zeggen, ja, maar ik kan bij het RDW terugroepacties zien. Die zijn alleen maar bedoeld voor het milieu en de veiligheid. En de rest ga je niet zien. Dus het is wel zaak dat de garage die die auto verkoopt inzage heeft in eventueel het systeem van de fabrikant. En dat hebben wij wel. En ik heb even mijn huiswerk gedaan en ik heb hier gewoon even 3 van die technische service bulletins uitgedraaid. En nou is mijn vraag, zou mijn vraag wezen aan de verkoper, is dit uitgevoerd aan de auto? Dat is gewoon echt heel erg belangrijk. En wat het dan is, het kan echt van alles wezen. Hier zijn bijvoorbeeld bij de 1200 problemen met de distributieriem. De eerste serie zijn distributieriemen die in de olie draaien en die kunnen daar niet zo goed tegen. Dus er komen allemaal korreltjes in de olie en dan gaat je oliedruk naar beneden omdat de olietoevoer dicht gaat zitten. Nou, daar zijn oplossingen voor. Dat is bij een Peugeot is dat bekend. En dat zou bij een Bosch Kassers bijvoorbeeld ook bekend kunnen zijn. Alleen dan moeten ze even zich verdiepen in die materie. Nou, de achterklep is ook nog wel eens wat over. Er is ook wat over bekend. Deze auto die is natuurlijk onder druk in elkaar gezet. Daar werden er zoveel van verkocht. En dat had zoveel. Dan moesten er zo snel in een korte tijd auto's afgeleverd worden. Dat wij hier auto's gehad hebben die nieuw verkocht waren, waar de achterklep weer opnieuw van gespoten moest worden. Die moesten dus terug naar de dealer. Nou, dat is dus bijvoorbeeld een dingetje. Dat kan ontstaan als een auto snel in elkaar gezet wordt. Wat je nog meer tegen kunt komen is draadboompjes van AdBlue-systemen. Dat zit op een diesel. Dat daar ook problemen in zijn. Om al die problemen te tackelen is het gewoon heel erg belangrijk. Vraag aan de verkopende partij of al die dingen uitgevoerd zijn. Dat die terugroepacties klaar zijn. En dan kun je prima zo'n auto rijden. En dan kun je prima zo'n auto kopen.